Ben je misschien stiekem in het echt ook een klein beetje verliefd op Mathieu, of niet? Vandaag gaan we langs bij een echt paardenmeisje die tevens ook de achterkant van het paard was. We gaan langs bij Joya! Yes, gezellig dat je er bent! Vind ik ook! Kom binnen! Gezellig! Joya, wat leuk dat ik bij jou in de keuken mag staan. Ja, tuurlijk. Dat is ook leuk. En het zien zomaar een keuken, vind ik echt heel erg mooi. Mooi, hè? En ruim, ja, zeker. Ja, mama heeft haar best gedaan. Ja. Alleen mama, jij niet. Ja, mama is van het interieur, hè? Ja. Jij bent van het koken, hoop ik. Precies. Toch? Ja, ja. Yes! Dat gezegd hebbende, ik ben best wel brutaal. Ik wil eigenlijk ook meteen in je koelkast kijken. Doe maar. Echt? Maak hem open. Nou, dat ging makkelijk. Ja, toch? Nice! Kijk. Zo, de meters. Zie veel fruit, bosbesjes onder andere. Mm-hmm. Aalbesjes. Maar we gaan vandaag iets speciaals maken, of niet? Ja, klopt. We gaan iets speciaals maken, maar we hebben keizersmarren. Ken je dat? Nee, nog een keer. Hoe zeg je dat? Keizersmarren. Het is een Oostenrijks recept. Oké. Het zijn eigenlijk gewoon pannenkoekjes, maar dan net even iets luchtiger en in stukjes gehakt. Nou, laat mij nou net toevallig gek zijn op pannenkoeken, dus ik ben wel heel erg benieuwd. Wat hebben we daarvoor nodig? We hebben hier tarwebloem, door meel. Ja, nou ja. Ik weet nooit het verschil. Vanille-extract. Nou, we hebben hier bosbesjes en we hebben rozijnen, maar ik vind de rozijnen niet zo lekker. Oh, oké. Ik vind de rozijnen wel heel lekker, ja. Nou, dan gaan we dat gebruiken. Hier nog wat meer toppings, poedersuiker, aardbeienjam, ook kersenjam. Twee soorten jams. Ja, lekker hè. Ik ben al blij. Dit heb jij natuurlijk zo geleerd, het recept met deze ingrediënten. Ja. Maar jij dacht natuurlijk dat alles was. Okay. Klaar voor? Ja, is goed. Let's go! Yes! Ik zou zeggen, je mag je handen erheen doen. Okay. En raden maar. Ja. Zijn het hier eens de pops? What? Hoe weet je dat in één keer? Ja! Kan je hier iets mee in de keizersmarren? Ja, gewoon. Ik zeg, laten we het gewoon doen dan, toch? Goed, let's go. Hé, hey, moes, heb ik ook een kom dan? Jij gaat koken en ik ging helpen. Nou, we gaan het even... Oké, we gaan het apart maken, want ik hou niet zo van rozijnen. Dus jij maakt gewoon met de rozijnen, want het is eigenlijk wel origineel. Zo moet het eigenlijk wel. Okay. En dan gaan we gewoon beginnen met de meel. Dan doen we vier schepjes van. Zo ook wel een beetje? Ja, is goed. Wop. De eitjes mogen er vier in. Jij en Mathieu is wel een beetje een team natuurlijk. Hoe vond je het om samen met hem in een paardenpak te zitten? Ik denk dat ik een trauma heb gekregen aan paarden. Nou, ik weet nog wel... Matt had volgens mij onze mayo-dressing, ik weet niet waar het iets of zo, dat hij wel een beetje verpest. Maar voor de rest deed hij het wel goed hoor, een goed team. Verder was je wel trots op hem. Ja, ja. Maar het paardenpakje was natuurlijk niet zomaar, want jij bent een echt paardenmeisje. Ja. Maar hoe ben je in het hele wereld van paardrijden gerold dan? Hoe is dat zo gekomen? Nou ja, de regisseuse van de Zomer van Zo is ook de regisseuse van het Junior Song Festival. Oké. Okay. En die wist dus al dat ik veel paard reed en zo. Dus eigenlijk kwam zij toen met het idee voor de Zomer van Zo. En dat was ook al best wel lang haar droom. Dus toen dachten we, nou, waarom gaan we dat niet gewoon doen? En nou, toen werd het echt een succes. Ja. En toen nog een seizoen hadden we de televisierster gewonnen. En toen, nou ja, nu maak ik het derde seizoen. Ja, dat is wel echt heel gaaf. Wat is de volgende stap hiervoor? Nou, eigenlijk gewoon de pan in. That's it. Ja. Nou, oké, we gaan super lekker. Je hebt jou nou af, ik heb mij ook af. Dan wordt het natuurlijk tijd voor de pittige vraag. Oeh, favoritjes. In de Zomer van Zoe speel je dat je verliefd bent op Mathieu. Ben je misschien stiekem in het echt ook een klein beetje verliefd op Mathieu, of niet? Nee, hij is echt mijn beste vriend. Nou, dat is een makkelijk antwoord. Ja, precies. Niet een klein beetje stiekem ergens, dat je gewoon een mail wil vertellen. Je mag ook fluisteren als je wilt. Nee. Nee? Beste vrienden. Beste vrienden, oké. Okay, nou, geen pepertje nog. Je moet per se kiezen, acteren of zingen. Ik wist dat deze vraag gekomen. Kom maar met een pepertje dan. Ja, hij komt, hè? Maar ik kan er tegen. Ja, nou, dan moet je nog een hapje nemen. Nooit meer paardrijden of nooit meer optreden? Nooit meer optreden. Wow, je bent echt gek op paardrijden. Ja, man. Wauw, wat een leuk antwoord. Nou, Joya. Ja. Je hebt er helemaal geen moeite mee. Nee. Nou, zo beantwoord je dus heel makkelijk de pittige vragen en eet je gewoon een sambal weg. Applausje voor Joya. Oeh, dat is een hele mooie. Wil jij deze? Ja, is goed. Oké, toch? Pak ik er zo mee. Ik zie hem hierbij staan. Ik denk dat zijn we allemaal vergeten. De vanille-extract, doen we er ook nog in, of niet? Ja, je hebt helemaal gelijk. Kijk eens. Doen we die er nog eventjes doorheen? Kijk eens. Op gevoel. Nou, oké, dan zit dat erin. Boter in de pan. En dan gaan we het er gewoon laten gewoon we het gewoon doen, ja. Boter in de pan. Ook op gevoel. Ik weet nooit zo goed hoe je boter... Nou, wordt wel een beetje de term van vandaag van mij, hè? Echt? Nou, mijn boter is gesmolten. Jouw ne? Ja, die van mij ook. Dus kan erin. Ik volg gewoon jouw lied. Dat is goed. Dat mag echt wel heel dik zijn. Kijk, wat we nu dus gaan doen, we laten het nu gewoon even 5 minuten staan. En doen we eventjes een dekseltje erop. Ik ben benieuwd naar de rest van het huis ook. Is goed, mag ik dat even zien? Naar boven. Ja? Ja. Let's go! Let's go.
dit is mijn kamer. Nou, lijkt wel een woonkamer van huis. Ja, dat is mooi, hè? Gigantisch. Nou, ik vind het dus echt belangrijk dat mijn kamer er echt mooi uitziet, want ik moet ook in kunnen studeren en zo. Dus... Ja, je kan weer lekker uitrusten. Ja, en deze posters die heb ik dus ook echt in Parijs gekocht. Dat heeft iemand getekend en ik vind deze persoonlijk zelf heel vet. En dit heb ik dus gekregen van mijn opa. En dit is eigenlijk gewoon een afdruk van hoe de sterrenstand was toen ik geboren werd. En wauw, dit ziet er wel heel erg comfortabel uit. Oh, je moet eens gaan zitten. Het is echt het lekkerste bed ever. Ah. Lekker, hè? Oh, je hebt hier natuurlijk je kast staan. Ja, dit is mijn kast. En ik heb niet heel weinig kleding. Niet heel weinig, heb je leuk gezegd. Ik zie hier meteen sneakers, daar ben ik wel gek op natuurlijk. Ja. Heel erg vet. Tof, nice, hè? Nice, nice. En heb je ook favoriete items of niet? Dat je denkt van ja, dit is wel echt mijn favorite. Nou, ik moet zeggen, ik vind mijn schoenen heel belangrijk. Want ik vind gewoon schoenen maken je outfit. Welke sneakers zou je kiezen dan? Of welke schoen zou je dan kiezen? Nou, dan denk ik toch... Deze toch net wel wat meer passen bij alles. Nice. Dus gewoon als je spijkerbroek aan hebt, dan kunnen deze er altijd bij. Klopt. Kijk, dit is het andere gedeelte. Hier nog gedeelte van al mijn tasjes. Ja, dat is wel chique. Ik vind dat tasje, nou, dat is wel vet. Maar dat springt wel echt, weet je, dat springt er echt uit. Ja, ja, precies. Wat is een beetje je gekste item? Want je denkt van, niet per se qua kleding, maar gewoon in het huis überhaupt. Gewoon je gekste item. Ja, die beneden. Item. We moeten weer even naar beneden toe. Maar dat is goed, we kunnen gelijk weer terug naar de Keizersmarren. Zullen we dat doen? Ja, dat denk ik ook wel een goed idee. Ze staan nog op laag vuur natuurlijk. Precies. En je wilt het gekste item zien, toch? Ja, ik ben echt reuze benieuwd. Nou ja, hier is hij. Wat is dit? Oké. Wat denk je dat het is? Ik denk een pasgeboren vogel. Daarom heeft hij nog geen veren en heeft zo'n rare kleur. Nee, weet je hoe ze dat noemen? Een vuurvogel. Is dit een vuurvogel? Dit is een vuurvogel. Hij is een beetje mislukt. En weet je wat grappig was? Ik was heel trots. Ik had hem in de eerste gemaakt. En ik kom je hebt het thuis. Zelf gemaakt? Ik heb het zelf gemaakt. Oh, en ik zit je uit te lachen. Sorry. Ja, nee, maar niet. Ik was er dus echt heel trots op. Hè. De eerste. Ik dacht, ik heb echt een van de beste vuurvogels gemaakt. Ik kom zo thuis. Vader zegt zo, hey, mooie kip heb je gemaakt, man. Dus nu heet hij de vuurkip. Nou ja, bedankt voor het delen van de gekste item. Ja, alsjeblieft. Hey, maar zullen we ze af gaan maken? Want ik heb echt zo'n trek en ik ben heel benieuwd. Is goed, ja? let's go. Nou, lekker hè? Wauw. Ik geloofde je niet toen je elke keer zei beter dan pannenkoeken, maar... Het begint dit wel een beetje op te lijken, ja, hè? Zeker te weten. Ja. Wat gaan we doen? Maar we zijn nog niet klaar, maar wat we nu gaan doen is we gaan eventjes de keizersmarren in stukjes snijden. Oké. En doen we gewoon zo. En dus het hoeft dus echt niet mooi te zijn, hè? Oké, duidelijk. Hey, onze kijkers kunnen ook vragen insturen. Ja. En nu heb ik een vraag van Aida. En dat is, met wie zou je nog heel graag in de toekomst muziek willen maken? Ja, dat is een goeie, hè? Dat is lastig, hè? Ja, ik weet het niet. Ik hou gewoon mijn opties open. Misschien kijkt nu iemand die denkt, nou, ik wil muziek maken. Even Jan. Ja, misschien wel Suzanne en Freek, hè? Nee, als precies. Het ochtend is. Wat gaan we doen? Nou, dan doen we er een beetje boter bij dus. En we pakken de suiker erbij. Nou, kijk, ze zijn helemaal klaar. Dus dan gaan we ze nu even afmaken. Keizersmarren zijn klaar. Netjes, hè? Ik vind het wel echt lekker uitzien, ja. Ben je er blij mee? Ik ben er heel blij mee. Ze mochten eigenlijk nog wel ietsje zachter, maar nee, het gaat om de smaak. En je hebt poedersuiker meerdere malen benoemd. Ik zie je wel naar kijken. Ik weet hoe jij dat doet. Hoppa, heel bescheiden. Zeker bescheiden. Zo, ja, ik mag jou wel. Ja, toch? Je bent niet bang voor een beetje poedersuiker. Nee. Heerlijk is dat. Nou, hoppa, daar ga ik dan. En next. Nou, dan kiezen we even een dipje uit. Ja. Welke ben jij? Ik ga voor de appelmoes. Ik ga voor aardbeisje. Nou, even de toppings eroverheen natuurlijk. Want we hebben deze ook nog liggen. Die moeten ook nog gaan kijken. Ja, begint er wel uit te zien als een feestje in ieder geval. Ja, toch? Ik wil zeggen, ergens is het ook wel een beetje gezond, wil ik zeggen. Er zitten besjes op, maar... is vooral gewoon erg lekker. Kleurtjes. Ja. Krokant. En natuurlijk de rozijnen, die speciaal voor mij erbij heb gelegd. Ja, die laat ik wel even weg. Ja, dat vind jij niks, hè? Nee. Ik vind de rozijnen echt lekker. Je maakt je mij wel vrolijk mee. Ja, zeker weten. Kijk eens. Dit is mijn keizersmarrengerecht. Mooi. Ben je trots op mij? Ik ben trots op jou. Zeker weten. Ja, ik ben heel benieuwd. Kijk, neem even zo'n rijstpot mee. Een beetje blauw bes. Ja, ga je hem helemaal opeten? Ja, ik ga hem opeten. Ja, dat denk ik ook, ja. Wil jij nou ook deze heerlijke keizersmarren maken? Klik dan vooral hieronder voor het recept. Zeg bedankt voor het kijken. En laat vooral in de comments weten bij wie je nou hoopt dat ik de volgende keer langs ga. En vergeet niet, let's go crazy! Dan ga je wel zeker met deze, hè? Ja, zeker te weten. Lekker. Ik ga even doorhappen. Ik ook. Voordat je ook aan mijn bord begint. Lekker, je hebt iets nieuws geleerd, hoor. Mm.
Ga je dat ook maken thuis? Goeie. Zeker wel. En die besjes en die pops, die rijstpops. Maak je wel af, hè? Echt top dit. Lekker rozijntje.